De aanvoerders, en dit zijn de opstellingen, maar die zouden dus niet kloppen. Wat is een van de sleutelfiguren, ook 7 keer gescoord, niet te vergeten. Ja, ook dat lijkt me logisch, Frank, dat hij toch gewoon speelt. Ja. We hadden er even over voor de wedstrijd. Kijk eens een mooie voorzet, in 1 tijd weer, zo propt en dan, oh, hij pakt hem. Wow, Klaus. Niet twijfelt. Hier, ja, Life is goed vertrokken ook hier. Een beetje naar binnen komen. Daardoor kan hij die bal onmiddellijk afleveren. Ja, deze bal had gewoon binnen moeten zijn. Ja, dit moet binnen. Maar Romo. In ieder elftal eentje. En bij Genk. En dit is de voorzet. Oh, gehinderd, maar blijft het over zich bewaren. En wordt dan even gehinderd bij het uittrappen. Gaat dan naar binnen snijden. Dubbelpaas. Nee, geen dubbelpaas. Mercier zoeken naar deze man. En die kopt hem binnen. Ja, ja. De topschutter van Oha Leuven brengt Oha Leuven op voorsprong. Thomas Henry. Schitterende aanval. Ze krijgen weinig kansen, maar dit was netjes uitgevoetbald. En hij scoort 0-1. Knokken en dan gaat het goed. En dan is het Soa die overneemt. Terug naar Maart. En dan inderdaad geen 1-2, maar afleggen naar Mercier en geen buitenspel. Geen buitenspel, nee. Ja, het is opnieuw een Malinov. Frank, die komt heel vaak mee in die 16. Ja, die schept ruimte. Hè? Ja, die zorgt daar voor verwarring. Speelt hem terug naar Mercier. Ja, mooie bal ook en mooi afgewerkt. Hij weet wat hij doet. Hè. Ja, hij weet waar hij moet koppen. Schitterend gedaan. Mooie goal. Bravo. Ja, Bodaar moet wachten. Want hij kiest echt zijn hoek. Dus dan zelf maar infiltreren, bal aan de voet. Mestien gaat hem zo voorbrengen. Goed hoor. En daar is Klaus. Die pikeert de bal naar beneden. En niet tussen de palen. Maar dit was wel een mogelijkheid. Ja, het is Tapsoba die heel ver terug is gekomen om die bal te recupereren. Balverlies daar van Bastien moet het zijn. En dan tegen de paal van Henry. Hij wist weer wat hij deed. Altijd veel overzicht. Hij heeft dat van nature. Uiteindelijk het balverlies van dezelfde Epia met Tapsoba. Hij heeft wel een dribbel, die Epia. Ja, ja. Want die onmiddellijk diep loopt. Hier is iets aan de hand. Bal op de paal van Henry. Ja, de coach van Standaard wordt even tot de orde geroepen. Hier die bal mooi tegen de paal. Bukadi die nu een beetje meer opschuift in dat middenveld. Dat heeft hij nog gedaan. Ja. Onder Montagnier. Hier zie je, hij trapt hem binnen. Met de 1-1. Ja, Frank, zoals ik al zei, heeft goede looplijnen in de 16. En dat was er weer Jans, zo eentje. Jans met assist. We hebben hem onder de grond gestopt. Maar hij heeft hier wel een uitstekende baas. Met zijn linker, als ik het goed heb. Helemaal niet. Wel even overleggen. Ja, hou hem maar. Het spel is ook niet. Nee, hou hem maar in doog. Hij vertrekt nu, kijk. Hup. Geen buitenspel. Ja, nee, absoluut niet. En Jans, hè, met zijn linker. Ja, de wereld zit vol. Wordt daar nog wel even geraakt, hè, Frank. Ja, nee. Misschien wel door Muleka. Met de assist, is het Muleka of is het toch Raammakers? Dat is moeilijk te zien. Alleszins wat heel erg duidelijk is, is dat het goal is. 1-1. 1-1, ja. Hubert probeert nog wel. Moeilijk om nog echt beslissend te zijn voor Standaard. De diepte daar. Heb je. Oeh, dat is rood. Dat is rood. Ja, ja. Noah Ducen. Heeft al geel, dus dat wordt minstens nog eens geel. Dat is raar, hè. Hij staat er pas op. Ja, ja, dat is het. Naar de kleedkamer. Hoe lang staat hij erop? 10 minuten? Ja, maar goed, hij had ook zomaar direct rood kunnen zijn, denk ik toch. Naar de douches. Kijk, hij wil eigenlijk buitenspel spelen. Hij wil Soa buitenspel zetten, maar de bal komt uiteindelijk in zijn rug. Maar waarom neemt hij hem vast? Hij weet dat hij eraf gaat. Ja, ik weet het, maar goed, als hij doorgaat en hij scoort, heb je dan zijn de drie, dan is het puntje ook weg, denk ik. Ja. Dus dat kan nu nog altijd, natuurlijk. De vrije schop op een leuke plek. Mercier is eraf. Die zal het niet zijn. Raammakers. Die gaat uithalen. Hard, dat was wel zeer hard. En die bal gaat net naast in de rebound. Poging. Hier nog eens Raammakers. Verschroeiend. Ja. Ja, zal het wel kunnen, anders zou ze het niet laten doen. Hè. Carcella. Het regent, het stroomt. Koude regen. Te kort. Ja, we gaan een punt achter zetten. Zegt Lawrence Visser. We gaan naar binnen. 1-1.